Heel veel jongeren, alles van na 1980, ja. Weet eigenlijk niet zo goed wat purper is. Alhoewel, het gaat beter. Maar misschien kan ik je het toch nog even kan vertellen. Ja, want het mag best wat meer bekend zijn bij de jongeren. Wat is purper? Wat is theatergroep Purper? Dat is een groep met vier mensen die op het toneel staan en een avond lang van allerlei leuke en minder leuke dingen bezingen en bespelen met veel humor en mooie liedjes. Ja. Ja. Maar ik zou maar zeggen, het is een beetje eigenlijk een klassieke vorm van theater. Ja, het is wel een klassieke vorm van muzikaal cabaret, kun je het zo noemen. Ooit heeft iemand wel eens gezegd, ik weet niet meer wie, dat Purper een soort van roomsoes met tabasco is. Nou, een roomsoes met tabasco, ja. Oké. Okay. Ja, vond ik een hele combinatie leuke. Die je niet meteen verwacht. Nee, daarom. Dus het is wel, het heeft inderdaad een hele klassieke omlijsting. Maar het is nog wel zeker hier en daar vernieuwend. En of een beetje gekkig en niet verwacht, snap je? Dus je denkt niet van, oh, ik ga zitten en ik weet precies wat er komt. Nee, dat is het ook weer niet. Ken jij die zo? Ja, want ik heb het gezien met Karen Bloemen en Adelheid. En het was een heel geestig stukje. Dat was ik volgens mij heel jong. Dat Karen natuurlijk fantastisch ging zingen. En dat Adelheid er zo naast dan, ja, als ik zo'n stem had, zou ik dat ook doen. Ja. Dat kan ik me nog herinneren. En ik vond het heel erg bijzonder. Maar komen er jonge mensen nu? Ja, wat ik merk, dat in de Randstad komen steeds meer jonge mensen. En deze week stonden we ergens in Kuik. Ja. En ik moet zeggen dat, dan zit ineens op de eerste rij, want je kunt niet zo heel ver kijken, zie je ineens drie jonge mensen zitten. Dat je denkt, hè, nou wat leuk. Oh, leuk. En die drie jonge mensen moeten gewoon het eens eventjes weer verder vertellen. Want het is heel lang, het is ook een tijdje uit de theaters geweest, een paar jaar. Mm. En toen werd er toch gezegd, er is behoefte aan Purper. Dus oké, we gaan terug. En daar kwam het terug. En toen kwam ik erbij. Zou het eigenlijk wat voor jou zijn? Om mee te spelen in Purper? Oh, wordt getwijfeld. Nou, het publiek zegt... Het publiek zegt yes. Computer zegt nou, maar het publiek zegt yes. Dat was de derde, hè? Nu zak ik dadelijk zo weg. Drie kruisen door de grond. Was een hartstikke leuke gast, dankjewel. Ik zou namelijk wel wat van jou vinden. Het is een grappig idee, want waarom niet? Maar ik sta eigenlijk al een paar jaar niet meer in theater. Dat heeft meer te maken met na Anthony. Ja. Dat ik voorlopig toch, nu mijn dochter nog als enige thuis woont, ik vind het heel moeilijk om 's avonds weg te gaan. Ja. Maar het idee is superleuk. Maar ik ga wel komen kijken nu. Ja, zijn jouw dochter is nu 16, 17? Oh, 13. Ja, is nog een puppy. Ja, Purper bestaat nog wel een aantal jaren. Ja. Maar ik kan met haar sowieso natuurlijk ook al komen kijken. Ja, nu. Dat kan. Dat is een goede. Ken jij daar een Purper? Nou, ik ben met vol bewondering aan het luisteren juist. Jij als cultuurliefhebber ook, denk ik. Oei, oei. Ja. Ja. Ken je klassieker? Dus het antwoord is nee. Slecht, hè? Nee. Vertel even, zeker voor de mensen die het dan niet kennen of nog niet zijn geweest. Waar gaat de show over? Het heet Purper's Passie. Nou ja, dat is dus heel logisch. Het gaat over passie. Ja. Maar eigenlijk aanvankelijk begonnen we. Ja, waarom dat passie, dat woord wordt eigenlijk een soort van te passie en te onpassie gebruikt. Overal. Want het Albert Heijnbrood liefde en passie heet. En iedereen moet ook maar constant een passie hebben. Mm-hmm. Dat je denkt, jeetje, ja, maar is een hobby niet af en toe voldoende? Niet hetzelfde. Nee, dus daar waren we. En wij dachten, nou, dat gezeik met dat passie. En toen schreven wij. En toen schreven we en praten we en toen dachten we ineens, shit, maar we hebben zelf verdomme hartstikke veel passie. Dus toen kwamen we erachter dat passie wel degelijk bij iedereen aanwezig is, in welke hoedanigheid dan ook. En dat kan in een vorm van een drang, een instinct is zelfs een soort van gepassioneerdheid. En nou, daar is een hele gekke leuke voorstelling uitgekomen. Ja. Met van alle verschillende onderwerpen. Ja, en met juist ook dat verschil tussen jong en oud. Want jij bent natuurlijk jong, Anne van Veen. Ja, ik heb een medestander dit jaar. Anne zit erbij. Dat is ontzettend leuk. En zij heeft eigenlijk veel solovoorstellingen gedaan. En nu merk ik ineens, hey, maar jij bent ook een heel erg teamplayer. Dus we hebben twee wat oudere. Frans Mulder, 65 jaar. Erik Breij. Dat was toch de oprichter? Erik Breij was de oprichter. Erik ook. En 5 jaar later kwam Frans erbij. En zij hebben heel veel samen programma's gedaan, soms apart van elkaar weer. Nou ja, en nu weer samen. Ja. Is dat voor het eerst weer, dat ze weer samen zijn? Sinds vorig jaar. Oh, okay. Vorig jaar waren ze weer samen. Maar kom je daar dan wel tussen als jonkies? Hebben jullie echt met z'n vieren het gemaakt? Of hebben Erik en Frans gezegd, we gaan dit doen? We hebben het echt met z'n vieren gemaakt. Ja. 2 jaar geleden, toen schreven we dat vorige programma. En toen was ik de enige jonge jongen. Toen was Alfred van den Heuvel er nog bij. En toen dacht ik van, oké, ik lever wat liedjes aan. En ik vertrouw op die drie mannen die heel goed kunnen schrijven. Dus dat is wel goed. Maar dit jaar hebben we het echt. Anne ook heeft een erg groot aandeel in haar pen erbij. Het is echt met z'n vieren gemaakt. Ja. Ja.